Zo, de afgelopen periode hebben we op Facebook gezien, in de krant, op het nieuws overal, over een 15-jarig meisje met een lied. Ja, het is hot topic van Suriname nu op dit moment. Dus, om alles een beetje duidelijk te maken, heb ik de aan je gebracht voor een interview. Dus hier gaan we haar dan interviewen. Oh ja, en mama, ik ben bijna vergeten. Ja. Hoe heet jij? It's Kimmy. En wie is Kimmy? I am a bad girl or a bad chick. Kimmy, wat voor man wil jij? Wat trekt jou aan in een man? Wat, ja. I just want a man that gives me good money. Cash things that I love like honey. En Kimmy, je hebt me verteld wat je zoekt in een man. Wat heb je dan zeker niet nodig? Don't need his love. En waarom niet? You know why? Why? Cause it's all about the money. En wat als hij dood gaat dan? If he dies, I won't cry. Waarom niet? Gonna love another guy. Maar Kimmy, ben je dan geen gold digger? Ain't no gold digger, just a real bad chick. Ja, voordat mensen beginnen te zeggen van die zongen, haar, daar, dat soort dingen, wil ik het even duidelijk maken. Kimmy, ik kan sowieso zeggen, ik had vanaf het begin wel door. Wat je precies wilde doen met het lied. Dat jezelf eigenlijk zette in die schoenen van die persoon om te laten zien hoe zo iemand denkt. Maar de manier hoe het naar buiten is gebracht is niet correct, waardoor niet iedereen het zo kan opvatten. Het leek echt alsof jij zegt van ik ben zo. En dus vandaar dat iedereen zo heeft gereageerd en alles. Maar ja, en deze video was gewoon voor de fun. Dus succes.